Ja mensen, oranje was wel de kleur hè, met de koningin. Twee keer op maandag en ook nog de verjaardag. 75 jaar, koningin van harte gefeliciteerd natuurlijk. Nou en deze week, het is natuurlijk, oh wacht even, 1 februari, nieuwe maand. En we hebben een geweldige gast. Ik zal je een tune laten horen, dan weet je al over wie ik het heb. Dit is de tune. De tune van Studio Sport. Nou ja, goed, wie moet je dan hebben? Dan kun je Mart Smeets natuurlijk vragen. Dat kost een godsvermogen. Die gaan we wel proberen te krijgen hier bij Kuur in de Middag. Maar wij krijgen, voor de mensen die het op de radio gehoord hebben, die weten het al, Twan van Peperstraten bij Kuur in de Middag. We gaan hem nu opzoeken in de radiostudio. Ga mee. Ja, ik ga hem natuurlijk niks over sport vragen, want ik weet heel erg weinig van sport af. Dus het zou heel dom zijn om daar vragen over te stellen. Maar ik heb een heleboel leuke andere vragen. Hey, kijk eens wie daar voor het raam staat. Daar is hij. Ja, dames en heren. Twan van Peperstraten. Ben ik op tijd? Ja, je bent geweldig op tijd. Oh, kerel. Wat fijn dat je er bent. Mag ik het kunnen vinden? Ja, nee. Fantastisch. Van een pand, hè. Oh, mooi, hè? Nou, dat is... Bergweg nummer 70. Pas op. Alle fans komen hier nu heen. Hoor. Pas op, zeg dat nou niet. Nou, ik heb er maar drie. Waarvan jij er één bent. Nou, dat moet even leuk treft, vertellen. Treft dan toch, ja. Ja, want jij hebt mij wel een beetje gevolgd met de radio. Ja, och man. Ja, VKRO, Radio 10. En nou ja, dan hebben we allerlei stations. Ik weet nog wel dat jij een keer ooit, toen 3FM een beetje begon met horizontale programmering, ja, nam jij een keer dat programma over van Peter en Sjanne in de ochtend. Ja. Een paar weken. Ja. En toen dacht ik, dat is ochtendradio. Dat is ochtendradio. Ja, dat ja. was, hoe heet dat ook alweer? Ik ben even de Breakfast Club. De Breakfast Club. De Breakfast Club, ja. Ja, en toen was ze gepeild, net in die periode. En toen scoorde het iets hoger, herinner ik me nog. Toen mocht ik het nooit meer doen. Kijk, dat heb jij dan weer. Beter kwalijk. Goed krijg je dat, ja. Nou, goed, goed, goed. We gaan in ieder geval een heel leuk radioprogramma maken nu. En gevolgd door Keurend Middag TV beneden. Maar okay. Eerst de radio. Eerst de radio. Sinan? Sinan. Koffie gehad? Ga ik nu krijgen, denk ik. Goed zo, mensen. Veel plezier met Twan van Peperstraat. En de weekendgast van deze week is Twan van Peperstraat. Een bijzonder mooie naam. Twan, hoe kom je daarop eigenlijk? Is dat, had jij dat voor jezelf ook gekozen? Zo'n mooie naam, als je die keuze had gehad? Nou, het is wel dat ik tegen iedereen moet zeggen, de chique spelling. T-O-I-N-E. Maar ik heb een Brabantse moeder. Oh. En in Brabant is het wel een hele gebruikelijke naam hoor, Twan. Ja? Ja, dan wordt gelijk gezegd, oh je komt zeker uit Brabant, Limburg. Dus, Oké, okay. Worden over je achternaam wel eens grappen gemaakt? Ja, genoeg. In december en zo. Want het is de straat waar Sinterklaas enzovoort enzovoort. Ja, 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 flauwe toerlam. Hey, luister, wij vinden het allemaal heel belangrijk natuurlijk als bekende Nederlander. Laten we het eerlijk zeggen. Dat zijn we natuurlijk op een enorm groot plateau. Staan we gewoon moedersiel alleen. Om een goede mentor te hebben. Je hebt een goede mentor gehad. Hè? Dat is Duco Abspoel. Nou, dat is degene die mij ooit heeft binnengehaald bij Studio Sport. Ik zat in Eindhoven. Daar woonde ik. Ik studeerde daar. En ik ging naar Amsterdam. En ik had nog een jaartje studiebeurs in de hoop daar iets te kunnen gaan doen in de media. Ja. Radio, tv en ik had zoiets van, nou, dat echte leven dat komt later wel een keer. En ik kwam er op een klein kamertje te wonen, ook zonder douche. Dus ik ging vrij fanatiek sporten en voetballen. En ja, nou inderdaad, om in ieder geval toch een flink aantal keer per week nog even lekker te kunnen douchen. Je ging douchen, je ging naar de sportschool, zeg maar, of sporten, ja, om te kunnen douchen. Eigenlijk wel om te kunnen douchen, ja. Ja, dus ja, maar dat doen wij ook. Ja, dat doen wij ook. Ja, wij gaan ook naar de sportschool, ja, diezelfde reden. Nou ja, en zodoende kwam ik bij de voetbalclub Duco Abspoel tegen. En dat is degene geweest die heeft gevraagd van, nou, na een paar weken van, god, wat vind je ervan om een keer te komen praten bij Studio Sport? En toen ben ik daar achter de schermen terechtgekomen. Was dat gelijk een plek waarvan jij dacht van, nou, hier wil ik wel oud worden, achter de schermen? Of had je toen de aspiratie ook al om voor de schermen, voor die spuiten te gaan staan? Dat was bijna de reden waarom ik niet was aangenomen. Omdat ik te ambitieus was. Dat mag in Nederland niet, hè? Nee, ja, maar goed. Nee. Zij denken, zij moeten intern iemand gaan opleiden. En ze denken dan al meteen van, ja, weet je, dan gaan we die opleiden. En binnen een mum van tijd is staat hij ervoor, weg. Ja. Ja, en dat hebben ze liever niet in Nederland. Ik zou het ook niet meer willen, hoor, voor de televisie, voor de camera. Ik zou het niet willen. Mensen hoeven me niet te bellen. We gaan een tv maken nu beneden, een kwartiertje. Oh, ik heb de mergpijpjes en de verse thee. Wat zeg je? Even de smink. Even de smink. Ja, we gaan jij even sminken. Mergpijpjes. De man die nooit, ja, precies, ja. De man die nooit gesminkt hoeft te worden, is Marco Kink. Ziet er altijd goed uit. Dank je. Ben je er morgen bij? Nee, volgende week. Tot volgende week dan. Keur in de middag. Meld zich weer morgenmiddag om 12 uur. Maak er een leuke avond van. En tot dan.